Michiel? Ja? Gaat het nog lang duren? Ik ben nog bezig. Kun je wel een beetje opschieten? Ja. Wat ben je eigenlijk aan het doen daar? Ja, dat zie je vanzelf wel. Dat is voor de special. Het moet wel speciaal zijn. Ja, ik ben zover. Ja. Zit je klaar? Ja, kom maar op. Ja, hou je vast, hè. Zo. Dit is mijn meesterwerk. Voor de Halloween special. Goed, de Halloween special. Jasper, wat staat er op het programma? Nou, wat is nou meer Halloween dan pompoen? Dus vandaag hebben we een pompoenbier. Ah. Pumpkin Party van gebrouwen door vrouwen. Oké. En pompoenbier, dat is een ding. Ja, zeker. Ja, nog niet zo heel bekend in Nederland. Ook best wel moeilijk verkrijgbaar. Mm-hmm. Maar in Amerika wordt het al sinds eind 18e eeuw gebrouwen. Het oudste gevonden recept komt uit 1771. Oké. Ja, en onder andere George Washington was een heel fervent brouwer. Heeft recepten met pompoen. De kleur is al mooi pompoenig, hè? Ja, inderdaad. Het is echt heel diep. Oranje. Ja, ik vind het een mooi kleurtje. Ja, zeker. Oké, ik ruik nog niet meteen heel veel pompoen. Ik ruik vooral bier. En schmink. Daar heb ik dan weer geen last van. Daar had ik over na kunnen denken. Dan krijg ik de pompoen wel, hoor. Het is wel een lekker biertje. Het is een beetje bitter. Ja, een beetje, maar niet te. Het geeft iets subtiels, heb ik het idee. Ja, maar het is wel zo subtiel dat ik vind het een lekker biertje, maar ik haal het er niet uit. Nee, proef je iets van de kruiden die erin zitten? Want dat is ook heel vaak bij pumpkin ale. Naast dat er pompoen in zit, zitten er ook kruiden in. Specerijen. Als ik zou moeten gokken, iets van nootmuskaat of zo... Ja, klopt. En wat ik duidelijk proef is sterrenijf. Daar gaan we. Er zit ook kaneel in. Okay. Dat zijn de drie specerijen. Oké. Okay. Ja, de sterrenijf die heb ik nu ook inderdaad. En dat zijn klassieke pompoenkruiden. Sterrenijf is niet eens zo heel erg. Oké. Okay. Maar nou ja, onder andere kaneel en nootmuskaat worden heel veel gebruikt in pumpkin pie. Ja, is lekker. Ja, drinkt lekker weg. Pas bij de tijd van het jaar. Ja, zeker. Ik was bang dat het misschien heel zoet zou zijn, maar dat is het niet. Nee, dus de pumpkin ale hebben we gehad. Wat gaan we nog meer doen met de Halloween special? Hoezo? Dit was het. Dit was het? Ja. Halloween, pompoen, pompoenbier. Oh, dan voel ik me toch een beetje overdressed. Nou, dan ga ik maar douchen, denk ik. To be or not to be, that's the question.